sloop te voorkomen, besloot de gemeenteraad van Zeist, onder de bezielende leiding van de toenmalige burgemeester, meester baron van Tuil van Sierooskerken, het cultuurmonument te kopen voor 130.000 gulden, waardoor het voor ons nageslacht bewaard is gebleven. In het slot is tijdens de restauratie 84 vierkante meter bladgoud verwerkt, onder meer op deze barokke tafel met prachtig lof- en snijwerk. Willem Adriaan, graaf van Nassau en heer van Zeist. Hij kan tevreden zijn. Zijn slot is voor het nageslacht bewaard gebleven. Laten we zuinig zijn op wat we nu nog hebben. Bewaren is behouden.